Wat doen jullie hier? vroeg ik stom verbaasd. De huiskamer van mijn opa zat vol familie en de buurvrouw was er ook. Vanuit zijn leunstoel bij het raam zwaaide opa naar mij. Hoi Stijn, ik ga dood, maar nu nog niet. Pap, alsjeblieft, zei mijn moeder zacht. En tante Yvonne zei... Pap, zoiets zeg je toch niet tegen je kleinzoon? De anderen keken me aan alsof ze al meeliepen in opa's begrafenisstoet. Buurvrouw Ans stond op en mompelde... Ik moest maar weer eens gaan. Haastig verdween ze naar de gang. Opa en ik deden onze high five. Hadi opa, hadi Stijn. Ik ging tegenover hem zitten. Het was mijn vaste plek als hij vertelde over wolven met een spraakgebrek of duiven met hoogtevrees. Al was ik net dertien, ik vond zijn maffe nog steeds leuk. Ken je het verhaal van de zingende krab die steeds groter en gemener werd? Nee, hey, pap, zei tante Yvonne met een snikkende stem. Nu geen grappen. Het is al erg genoeg. Daarna begon ze zachtjes te huilen en ze liep de kamer uit. Oom Laurens ging achter haar aan. Altijd al een huilertje geweest, zei opa droog. Ik grinnikte, waarop oud-tante Miet me aankeek alsof ze me wilde roosteren. Zij is een jongere zus van opa, maar ze gedraagt zich alsof ze de directeur van onze familie is. Leunend op haar stok kwam ze met moeite overeind en zei: Marinus. We zijn allemaal verdrietig om jou en jij maakt er een lolletje van. En dat houden we voorlopig ook zo, zei opa. En hij keek me aan met een twinkeling in zijn ogen. Stijn, vanmorgen was ik in het ziekenhuis om de uitslag te horen. Ik knikte, want ik wist dat mijn opa een week geleden allerlei onderzoeken had ondergaan. Toen hij daarvan terugkwam, bracht hij op geheel eigen wijze verslag uit. Ze hebben me flink te grazen genomen. Slangen mijn keel gepropt, een brein had in mijn borst geramd... Verplicht klodden slijm roggelen En als toetje kreeg ik een camera in mijn kont. Ik had erom moeten lachen. Maar mijn moeder bleef heel serieus. En vond dat opa overdreef. En vandaag hebben ze me verteld, zei opa. dat er een krab in mijn lijf zit: eentje met acht poten, twee gemene scharen. en kleine valse oogjes. Elke dag maakt hij me een klein beetje zieker. en daar zingt hij een vrolijk liedje bij. Met zijn mooie donkere basstem begon hij te zingen. Marinus, het is mooi geweest. Je bent nu bijna honderd. Dit is het einde van het feest. Niemand wordt uitgezonderd. Je bent pas 79, zei mijn moeder. Anders rijmt het niet, zei opa. Tante Yvonne en Oom Launus kwamen terug van de gang en gingen zwijgend aan de grote tafel zitten. Ik pakte opa's hand, kneep er zachtjes in en zei: Je moet wel honderd worden hoor. Heel even verdwenen de ondeugende lichtjes uit zijn ogen. Het spijt me jochie, de honderd haal ik niet meer. Maar zolang dit oude lijf nog wil en die krap het me niet te moeilijk maakt, gaan we samen leuke dingen doen. Hij stond op, kom, we moeten de eentjesbewerings voeren. Nou ja, riep oud tante miep verongelijkt. Mijn moeder mopperde: Pap, we zijn hier niet voor niets. Mereltje, ik vind het heel lief van je dat je er vermogen bij was in het ziekenhuis. Maar het is onzin dat je daarna de hele familie hebt opgetrommeld. Ja, ik ben ziek, zegt de dokter. En ik word nog zieker en ga dood. Maar vandaag nog niet. Er is toch nog hoop, piepte tante Yvonne. Ik ben wel oud, maar niet gek, Yvonne. Die dokter was heel eerlijk. Hij zei zoiets als... Beste meneer Beekmans, ik geef je een kleine kans. Ook dat ruimt. Mijn moeder protesteerde. Hij had het ook over chemotherapie en bestralen. Dat zou hij niet zeggen als er geen hoop zou zijn. Niks daarvan. Dan ga je van kotsen en je krijgt een blote billenkop. Daar heb ik geen zin in. Tante Miep gaf een felle tik met haar stok op de grond en snoude... Marinus Beekmans, gedraag je. Je mag niet spotten met leven en dood. En ik wil het woord kotsen niet horen. Het valt tegenwoordig reuze mee, probeerde mijn moeder nog. Wat? vroeg opa kortaf. Van die kop en dat... dat kotsen. Mijn moeder durfde het bijna niet te herhalen. Het klonk erg grappig uit haar mond. Mijn vader mompelde: Je kunt ook voor zeggen in plaats van kotsen. Hij is net een wandelend woordenboek. Opa stond op, pakte mij bij de hand en trok me de kamer uit. Ik maakte een hulpeloos gebaar naar de familie alsof ik eigenlijk niet weg wilde. In de gang hoorden we tante miep nog roepen: Belachelijk! Eentjes voeren! Dat Stijn dat nog wil! Opa knipoogde naar mij terwijl hij zijn jas aantrok en zijn pet opzette. Eentjes voeren. Dat was een van onze geheime codes. We gingen iets heel anders doen.